Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom de heer De Bruin. Fijn dat u op deze, naar ik heb begrepen, zonnige vrijdagmiddag ons te woord wilt staan. We hoorden net dat het zonnig was buiten. U zult voornamelijk worden ondervraagd door mevrouw Bruin Slot en de heer Van Menen. Want we hebben het een beetje verdeeld. Maar de rest van de commissie let ook op en vraagt ook af en toe dingen. De heer Ulenbelt, mevrouw Fokke en ikzelf. Maar even ter introductie. We hebben natuurlijk altijd van alles met elkaar gesprokkeld en zitten lezen. U bent op dit moment actief als kwartiermaker binnen de Rijksdienst. Kunt u heel kort zeggen wat dat kwartiermaker voorstelt? Ja, ik heb een lang verleden bij Deloitte en rechtsvoorgangers. Ik heb een jaar of 20 in consultancy gezeten. En ik ben 10 jaar geleden heb ik de stap gemaakt naar Rijkswaterstaat. Daar ben ik directeur bedrijfsvoering geweest gedurende een jaar of 5. En sindsdien zit ik in ambtelijke dienst in kwartiermakersrollen en mag nieuwe dienstverleningsconcepten operationaliseren binnen het concern Rijk, binnen de Rijksdienst. En dan moet u denken bijvoorbeeld aan shared service organisatie voor archief of een pool voor ICT. Wat is dat, een shared service organisatie? Shared service is een gemeenschappelijke dienst die wordt opgezet. Ik heb bijvoorbeeld e-interim Rijk opgezet. Dat is een pool voor 120 ICT'ers. Dat soort rollen die vervul ik dan gedurende een jaar, anderhalf jaar. En als het in een beheerfase gaat, dan gaat het over naar een operationele directeur. En ik citeer uit uw LinkedIn-pagina: rode draad in mijn carrière is fascinatie voor verandermanagement. En dan schrijft u: het is mijn passie om van een bord spaghetti een bord asperges te maken. Dan moet ik denken aan een informateur die hier heel lang geleden rondliep. 1981 was dat, Shen Kremers. En die zei: ja, van dat bord spaghetti wat die politiek hier maakt, daar kan ik geen chocola van bakken. En die is met de staart tussen de benen terug naar Limburg afgedropen. Ja. Dus is het misschien een wat hoge ambitie, dat uit elkaar trekken van al die spaghetti? Ik weet niet. Ik doe met veel plezier, zit ik in verandertrajecten. En op zich maakt me eigenlijk de materie binnen de Rijksdienst niet heel veel uit. Dus ik ben niet naar Rijkswaterstaat gegaan omdat ik zo hield van asfalt, maar wel heel veel hield om de publieke zaak te bedienen en om daarmee de burger en de ondernemer beter te kunnen bedienen. Omdat ik al zo'n 30 jaar rondloop in het publieke domein en daar een passie voor heb. Nou, dat is zeer lovenswaardig, maar niettemin, het is inderdaad vaak georganiseerd als een bord spaghetti bij de overheid. Hè? En hoe krijg je daar dan asperges van, naar zo'n keurig recht naast elkaar? Ja, je kunt ook kiezen voor een bord lasagne. Ik denk dat, maar dat weet u denk ik net zo goed als ik. Kijk, grote veranderingen die vinden plaats door verandering in houding en gedrag en niet in verandering in structuren. En ik denk dat we, als je kijkt, zeker de afgelopen 5, 6 jaar dat ik hier meer in het Haagse zit, wat we bereikt hebben op dat vlak, dan vind ik dat we daar heel veel mooie dingen aan doen zijn. Dus dat recht trekken van die spaghetti is veel meer een kwestie van mentaliteit en mensen motiveren dan van structuren en de zweep erover. Dat, absoluut, ja. Ik denk als ik kijk bijvoorbeeld wat we bij Rijkswaterstaat gedaan hebben, is dat het denken vanuit wenkende perspectieven, inspiratie van veel meer uitwerken waar we heen gaan en ervoor zorgen dat je elkaar faciliteert om de juiste dingen te doen. En natuurlijk helpen structuren daarbij, maar dat is vaak een sluitpost in een verandering in plaats van een start. Ik ben benieuwd. Mevrouw Bruin Slot. Als u vanuit dat uitgangspunt doorredeneert en het nog wat concreter maakt, wat wilt u dan graag veranderen bij de overheid? Vanuit het perspectief waar ik in de afgelopen periode in heb gezeten, vanuit ICT-projecten en ook de opdracht die u heeft gekregen, is het eigenlijk mijn passie of mijn geloof is dat je bij het begin moet beginnen. We positioneren het heel vaak als ICT-projecten, maar het zijn helemaal geen ICT-projecten, het zijn hele ingewikkelde verandertrajecten met een technische component en daarmee nog ingewikkelder. En succesvolle ICT-projecten die beginnen ook echt bij de bron. En dat betekent dat je eigenlijk hoofdprocessen, bedrijfsprocessen opnieuw moet gaan inrichten. En daar zijn, vind ik, hele aardige voorbeelden van hoe we dat gedaan hebben. En hoe taai dat zeker in het begin is, omdat je allerlei verschillende disciplines dan bij elkaar moet brengen. En die vaak niet dezelfde taal praten. Kunt u daar, want u zegt een paar hele aardige voorbeelden van, kunt u concreet de voorbeelden noemen? Nou, ik heb in de tijd dat ik bij ICTU zat, dus ICT-uitvoeringsorganisatie, heb ik een bijdrage mogen leveren aan het landelijke register kinderopvang.
U moet zich voorstellen dat de kinderopvanguitgaven in de periode 2005-2009 explodeerden van 1 naar 3 miljard. En er was nadrukkelijk behoefte om grip te krijgen op de uitgaven van de kinderopvang op een rechtmatige manier. Dat ging via de toeslagen van de Belastingdienst. En het idee was eigenlijk om een basisregistratie voor kinderopvang te doen, wat vroeger eigenlijk bij iedere gemeente afzonderlijk gebeurde. En de start van het traject is eigenlijk geweest dat we met alle verschillende disciplines bij elkaar zijn gaan zitten. Hè. Dus te beginnen bij beleid, bij wetgeving, maar ook bij de uitvoering en ook de ICT-makers op dat moment. Hè. Ik u als opdrachtnemer, maar bijvoorbeeld ook de beheerspartij, degene die uiteindelijk dat systeem wat gebouwd moest worden ook moest beheren. Maar daarnaast ook nog een keer een heel groot deel gebruikers, in dit geval Belastingdienst, toeslagen, hè, de VNG, de GGD's die daarbij zaten. Hè. Dus al die partijen samen hebben we dat traject mee gedaan. En dat is denk ik wel een hele belangrijke bron voor succes geweest. Dus dat het niet zo is dat je zegt, ik ga eerst beleid maken, dan geef ik aan wetgevers en gooi ik het steeds over de heg. En uiteindelijk komt het bij ICT'ers er iets moois van moeten maken. Nee, dat je het veel meer integraal bekijkt, waarmee je weliswaar in de voorkant een nadrukkelijke extra investering in tijd hebt, maar waarbij je aan de achterkant natuurlijk datgene oplevert waar je uiteindelijk voor bedoeld was. Dus meer gemeenschappelijk optrekken en ook meer tijd voor de voorbereiding uittrekken. U heeft al het over uw betrokkenheid bij ICT-projecten als kwartiermaker Concern Rijk. Maar kunt u nog iets meer toelichten hoe breed die betrokkenheid nu precies is? Houdt u zich bezig met alle aspecten of welke aspecten in het bijzonder houdt u zich mee bezig? Nou ja, in de regel bij als ik projectleider word van een project, dan bemoei ik me daarmee, want daar was ik voor ingehuurd. Dus als ik bijvoorbeeld kijk, ik mocht vanuit de Rijks-CIO mocht ik e-interim Rijk opzetten. Dat is misschien een aardig voorbeeld. We hadden een jaar of vier geleden, was 3/4 van de ICT-projecten werd gerund door een externe. Nou, ik ben zelf ook externe geweest. Daar weten we van dat die soms een andere agenda kunnen hebben. Toen hebben we gezegd van, dus eigenlijk is het aardig dat... U heeft het over een andere agenda. Wat voor soort andere agenda heeft u het dan over? Nou, als je in de regie van een ICT-project dat belegt bij een externe projectleider, dan is de vraag of dat verstandig is gelet op de kerntaken die je als overheid hebt. Omdat een externe natuurlijk, en daar is, vind ik overigens niks mis mee, vaak de bedoeling heeft om die projecten wat groter te maken. Hè, wat meer collega's naar binnen te schuiven. Als je dat mechanisme kent, dan moet je volgens mij daar geen perverse prikkels in bouwen. Dus de gedachte was eigenlijk om te zeggen, kunnen wij in de ICT-projecten die we runnen ook laten regisseren door eigen mensen, die daarmee ook andere, of eigenlijk gelijkwaardige doelstellingen, omdat het gewoon een kerntaak is van de overheid. En nou ja, bij het opzetten van dat soort trajecten werk ik heel vaak gestuurd. Hè. Dus ik ben een rondje gaan maken langs de grote uitvoeringsorganisaties waar het eigenlijk gebeurt. Om te zeggen, waar hebben jullie behoefte aan? Om vervolgens samen met die uitvoeringsorganisaties te komen tot een gemeenschappelijk soort coöperatiemodel. Om ervoor te zorgen dat de schaal die je als concern hebt veel beter kunt benutten. Maar die mensen dan ook heel nadrukkelijk een verantwoordelijkheid daarin geven. Omdat het daarmee een soort pool is voor en door. U was... Mevrouw Meene. Ja, u... Excuses, voorzitter. U was... Ja. U was directielid bij de ICT-uitvoeringsorganisatie, want dat is waar wat de afkorting ICTU betekent. Klopt, ja. Overheidsstichting van het ministerie van BZK. Nou ja, het is niet van BZK, het is in ieder geval wel een zelfstandig orgaan. Mensen werken volgens de Rijks-CAO, maar het is een zelfstandige stichting waar EZ en BZK in 2001 een belangrijke initiatiefnemer zijn geweest. Dat klopt. Goed, de excuses dat ik het iets te kort samenvat. En die voert ICT-projecten voor overheidsdiensten uit. En mijn vraag is wat daar nu de meerwaarde van is, van het ICTU. Die is heel erg groot en die zou denk ik nog groter kunnen zijn. U moet zich voorstellen dat door het doen van dit soort projecten die je vanuit één loket als het ware bedient, je ook heel veel know-how kunt opbouwen. ICTU heeft in de afgelopen 12, 13 jaar geloof ik een kleine 100 programma's gedaan. Daar zit dus heel veel know-how op hoe je dit soort dingen moet doen. En daar zit een staf van, ik denk zo'n 200 man. En daarnaast zit een schil daaromheen van externe, zodat je daarmee ook in en uit kunt ademen. En ook die expertise kunt gebruiken van de markt op het moment dat je dat nodig hebt.
En ik denk dat, gelet op de agenda die wij op ICT-gebied hebben de komende jaren, dat dat, laten we zeggen, meer dan toekomstvast is. Zaten daar ook grote projecten bij? Bijvoorbeeld de projecten die wij als commissie in beeld hebben gehad? Bent u daar ook bij betrokken geweest? Nee, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Nee. Maar nee. ICTU wel? Dat dacht ik wel. Ik dacht dat ICTU ook bijvoorbeeld mensen leverde aan het MGBA-project. Maar daar ben ik als zodanig niet bij betrokken geweest. Oké, maar dat is nog niet, misschien als wij klaar zijn wel, maar vooralsnog in onze beeldvorming niet een voorbeeld van een project wat tot nu toe erg geslaagd is. Hoe verhoudt zich dat nu tot de inzet van ICTU, denkt u? Ik kan er niet voor oordelen, ik weet het niet. Over dat hele MGBA heb ik alleen maar heer C en daar voel ik me niet comfortabel in om daarin te antwoorden. Maar dat heeft u zich destijds ook niet afgevraagd, omdat u bent positief over de inzet van ICTU, zegt nou wij helpen en dan gaat het toch ook nog wel eens mis, blijkbaar. Waar we wel mee bezig zijn geweest, is dat, en dat is natuurlijk een terecht punt, dat je zegt hè, ICTU deed op dat moment een stuk of 6-7 verschillende trajecten op het gebied van basisregistraties, om die veel meer te bundelen en om ervoor te zorgen dat je niet een soort detacheringsloket bent waarbij je warm vlees levert hè, in de vorm van mensen, maar waarbij je ook daadwerkelijk heel nadrukkelijk een rol hebt als opdrachtnemer. En daar ben ik wel mee bezig geweest, maar ik heb me dus niet verdiept in die afzonderlijke projecten, anders dan dat, laten we zeggen, ik een bijdrage heb geleverd aan de transitie waar ik toen mee bezig was. Dus u vindt waarschijnlijk ook dat in de toekomst, in welke constellatie dan ook, iets als ICTU een rol heeft bij de overheid? Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is om daar in ieder geval een organisatie in deze sfeer neer te zetten die ook, laten we zeggen, een belangrijke intermediair kan zijn tussen de vraagstellende overheid en de marktpartijen. En ik denk dat als je daar de know-how hebt om die regie te kunnen doen, en in mijn beleving zou je, want dat is nu op een aantal fronten nog wat versnipperd, zou je dat wat verder moeten kunnen bundelen. U heeft het inderdaad al over belangrijke spelers, de overheid, de ICT-leveranciers. Het veld is natuurlijk ook complex en mijn vraag ook aan u is, wat zijn voor u de belangrijkste oorzaken waarom de ICT-projecten vaak zo complex zijn? Ik denk dat er sprake is van wat ik net beschreef. Op microniveau, dat je eigenlijk naar de voorkant moet gaan en dat je dus heel erg moet investeren om werkprocessen op een andere manier in te richten. Datzelfde zie je natuurlijk ook op macroniveau binnen de overheid ook. En dan doel ik eigenlijk ook een beetje op de samenhang tussen politiek, beleid en uitvoering. En ik zie daar eigenlijk een drietal spanningen in dat systeem. Die wat mij betreft niet voldoende geagendeerd zijn. Dus daar zou de commissie een hele belangrijke rol in kunnen spelen. En dan heb ik het ten eerste over de tijdsfactor. De politiek is kortcyclisch. Als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar hebben we vele kabinetten zien komen en gaan. Daartussen ook nog weer nieuwe begrotingsakkoorden met allerlei wensen en eisen. En dat moet vervolgens in die uitvoering ook georganiseerd worden. En uitvoering is in hoge mate een ICT-fabriek. En u moet zich voorstellen dat een ICT-fabriek die kenmerkt zich door rust, regelmaat en reinheid. En ik hoef u niet te vertellen dat als je een autofabriek hebt waar je een lopende band 3 keer in de week moet veranderen, dat de productie niet echt ten goede komt. En ik denk Kunt die spanning. Kunt u op dit punt een concreet voorbeeld geven? Want we hebben inderdaad in 10 jaar tijd veel kabinetten gehad. Kunt u een voorbeeld geven waarin u zegt van door het kortcyclisch achter elkaar kabinetten is dat ICT-project gewoon minder goed verlopen? Nou, in die zin heb ik daar geen voorbeelden van. Ik denk dat het verstandig is dat u komende maandag spreekt u mevrouw Lazarons van de UWV. En dan moet u haar maar eens vragen hoeveel veranderingen in de afgelopen 10 jaar bij de UWV zijn gerealiseerd. Of in ieder geval zijn opgedragen. En wat dat voor gevolgen had voor de ICT-fabriek van de UWV. Maar u heeft zoveel zicht op wat er in de organisatie gebeurt. U bent verandermanagement. U komt overal op de vloer, over de vloer. U weet, u geeft nu aan mevrouw Lazarons, weet meer. Maar u steekt u... Ja, u kijkt rond, u signaleert. Dus u heeft vast en zeker afgelopen jaren bij de overheid wel processen gezien waarvan u denkt, ja, daar is precies dat spanningsveld teruggekomen. Nou, om een voorbeeld te geven in het hele inkomensdomein, hè, dus UWV, Belastingdienst, Duo en SVB, daar zie je natuurlijk dat in de afgelopen periode onder compacte Rijksdienst er door die 4 partijen heel erg goed is samengewerkt. Er zijn prachtige initiatieven ook ontstaan. Als verschillende expertisecentra, 1 bankrekeningnummer standaardiseren en uniformeren.
En dat zijn prachtige dingen die vooral door moeten gaan. Maar de grootste winst zit natuurlijk om het systeem als zodanig te bekijken. Om te kijken in hoeverre we ook echt kunnen snoeien in wet en regelgeving en in verschillende dingen. En op dat front zie ik wel dat er aan die uitvoeringskant goede zaken worden gedaan. Maar de combinatie van het echt downgraden van de wet en regelgeving, zodat die uitvoeringsfabrieken ook meer rust en regelmaat hebben. Ik vind dat wel een punt waar de komende jaren veel harder aan getrokken zou kunnen worden. En u had het nog over twee andere spanningsvelden? Dat klopt. Een tweede spanningsveld zie ik dat met name in de uitvoering dat er eigenlijk sprake is van een drietal opdrachten die tegelijkertijd worden gegeven. Dat is zowel de doelmatigheid. Wij moeten natuurlijk, op zich is dat volkomen terecht, natuurlijk, met onze belastingmiddelen natuurlijk goed omgaan. Maar het tweede hebben we daar natuurlijk ook nog de servicegerichtheid. Een feit is dat de spanning tussen enerzijds operational excellence en anderzijds customer intimacy. Sorry, nou, ik bedoel dus eigenlijk, dat je zegt, ik ga het operational excellence, daar bedoel ik mee eigenlijk dat je zegt, ik ga het bedrijf echt heel lean en mean en standaard inrichten. Hè, zodat ik ook tegen zo min mogelijk kosten ook die maximale service kan geven. Customer intimacy, daar bedoel ik mee dat je maximale service verleent aan burger en ondernemer. Dat is een spanning. Als je kijkt binnen het digitaliseringstraject, dan kun je heel veel winst gaan maken op het moment dat je het papieren loket gewoon dichtschroeit. Gewoon zegt, ik kan alleen nog maar elektronisch aanleveren. En dat is natuurlijk een politieke keuze. Maar ik zie dat we eigenlijk in de uitvoering daar te dubbel in zijn. En er komt nog een derde spanning bij, dat is die rechtmatigheid. Want we moeten als overheid ook, zie alle verhoren van ook Ruud Leter, die u deze week heeft gehad. Dus dat is ook nog een belangrijk punt. En het agenderen van die spanning, dat zie ik onvoldoende. Dus dat, en dan heb ik als derde punt daarbij, want ik begon dus met te zeggen van die tijdsfactor. Het tweede is, laten we zeggen, een onvoldoende focus in de opdracht. En als derde is de sturing. U weet beter dan ik dat wij bezig zijn met een participatiemaatschappij te transformeren. Dat betekent dat we veel meer vanuit netwerken gaan werken, veel meer horizontaal gestuurd. En op dit moment is ons hele politieke bestel natuurlijk nog ingericht met vakministeries. En daarmee zie je natuurlijk dat afzonderlijke pijlers zijn, terwijl we steeds meer in domeinen gaan werken. En de afstemming daartussen is natuurlijk, dat geeft spanning. En dat is een ingewikkeld vraagstuk. En waar het mij meer om gaat, is dat ik merk dat we daar onvoldoende het debat over voeren. En als ik dat dan, laatste punt, dat van die sturing, dan zegt u eigenlijk, er zijn een aantal grote decentralisaties op dit moment, over jeugdzorg, over een aantal andere onderwerpen, maar daar hoort eigenlijk ook een heel groot ICT-component bij. Nou ja, u weet ook dat de discussie over de generieke digitale infrastructuur die op dit moment woedt natuurlijk daar een uitvloeisel van is. Dus dat we dat nog heel erg georganiseerd hebben in instituties en te weinig naar het vraagstuk zelf kijken. En het gaat niet meer over het Rijk, het gaat over de overheid en het gaat misschien wel over de hele maatschappij. DigiD is een prachtig voorbeeld daarvan. Dat wordt gebruikt ook door pensioenfondsen en door banken. Ja, prachtig, want daar was de overheid toch van om die infrastructuur te leveren. Ik bedoel, het is hetzelfde als bij mij in de straat de riolering en de straatlantaarn zijn. Dat tweede spanningsveld, kan ik dat samenvatten als er zit een spanning tussen het slim en slank organiseren van de overheid en het leveren van klantvriendelijkheid naar de burger toe. Ja, nou, ik denk dat als je zegt, en dat is misschien ook weer een beetje waar u net ook op doelde, als je zegt ik wil heel veel uitzonderingen hebben omdat ik daarmee verschillende bevolkingsgroepen kan bevoordelen of anderszins doen, dan moet dat ook wel allemaal netjes in die ICT-fabriek verwerkt worden. En dat heeft dus behoorlijke consequenties. En ik denk dat het gesprek daarover, kijk, want op zich is het natuurlijk zo dat de politiek gaat erover, de ambtenarij voert dat netjes uit. Maar ik merk dat we daar te weinig het gesprek over hebben. En dat als je ook ziet de balans tussen beleid en uitvoering, dan zie je wel dat uitvoering toch nog niet volledig gelijkwaardig is aan beleid. En dat geeft dus veel. Maar geeft dus wel, wie is we? Dus we hebben te weinig daar het gesprek over. Over het verschil tussen uitvoering. Ik kon u even niet volgen. Wie is die we? Ik merk dat het gesprek daarover wordt te weinig gevoerd. Tussen wie en wie?
tussen de verschillende... dus wij krijgen als ambtenaren krijgen wij opdrachten daarin. En dan zou daar veel meer de dialoog gevoerd moeten worden om die spanning... Met wie? Met de opdrachtgevers, met die ministers of met de ambtelijke top. Dus ik denk dat daar... ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld hoe er op dit moment in de ouderenzorg wordt gewerkt, waarbij je rug aan rug eigenlijk ziet dat eigenlijk alle verschillende partijen zich heel sterk richten op die transformatie. Waarbij iedereen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. En ik denk dat als je kijkt naar een aantal van de vraagstukken die we hebben, dat daar nog winst in te boeken is om, laten we zeggen, minder te kijken naar compartimenten en meer te kijken naar gemeenschappelijke doelen die gerealiseerd moeten worden. Maar als ik het goed hoor, dan hoor ik u dus zeggen, want ik probeer echt even te snappen wat u bedoelt, dat er te weinig inhoudelijk wordt gesproken en van elkaar wordt geleerd om het ook te verbeteren, het proces tussen politieke ambtelijke top en uitvoerende ICT'ers. Ik denk dat op dat front in de afgelopen jaren heel veel verbeterd is. Maar als u mij vraagt of dat nu volstrekt gelijkwaardig is, dan denk ik dat daar nog wel wat winst in te boeken is, ja. En dat komt er dan op neer dat je als organisatie veel beter die dingen kan uitvoeren als je eerst van elkaar weet hoe en wat. Het zijn natuurlijk ook hele taaie en ingewikkelde zaken. En het betekent ook veel meer... Het gaat niet over goed of slecht. Het gaat veel meer dat je met elkaar het optimum moet zien te vinden. En ik denk dat daar de dialoog over voeren zou nog wat steviger kunnen. Ja. Hoe kunnen ICT-projecten dan minder complex worden gemaakt? Is dat alleen die dialoog voeren? Maakt dat het al beter? Of zijn er andere factoren die van belang zijn om die ICT-projecten minder complex te maken, te krijgen? Ja, nou, kijk, maar dat hoort u waarschijnlijk ook van de Rijks-CAO die u maandag ziet. We gaan natuurlijk steeds meer naar standaarden, dus off the shelf, commodity-achtige dingen. Ik wil niet flauw doen. Wij weten inmiddels wat die term al betekent. Nee, nou, ik bedoel dus eigenlijk gewoon standaard. Ik wil u vragen om ze gewoon zodanig te vertalen. Desnoods gebruikt u ze eerst en vertaalt u ze daarna. Ja. Maar dat de mensen die ons via YouTube achteraf of op dit moment volgen, het ook een beetje kunnen volgen. Ik zal dat proberen. Dus het gaat in toenemende mate meer om standaard producten. Dus ik denk dat waar winst in zit, is die uniformering en standaardisering. Waar ook winst in zit, is bijvoorbeeld, we hebben nu een uitvoeringstoets. Die zou je veel meer naar voren moeten halen, dus niet achteraf. Ik denk dat bijvoorbeeld ook, om eens wat te noemen, ik begrijp dat we in dit land 600 wetgevingsjuristen hebben. Ik kan me voorstellen dat hun ICT-know-how op een aantal fronten nog eens wat bijgespijkerd kan worden. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we hebben volgens mij iets van 7.000, 8.000 beleidsmakers in dit land. Dat die ook veel meer, wordt nog meer dan nu het geval is, wordt geleerd. Dat ze vervolgens ook rekening moeten houden met het feit dat het niet maar gaat om het maken van beleid, maar uiteindelijk ook daadwerkelijk uitvoeren van beleid. Er is gewoon onvoldoende ICT-kennis bij de overheid nog? Dat wil ik niet zeggen. U heeft ook kennis genomen van die apps van de ABD, dat ambtelijke professionaliseringsprogramma. Dat is denk ik een heel goed voorbeeld, waarin de top 80, geloof ik, uitgebreid in allerlei verschillende sessies is. Ik denk dat goede voorbeelden zijn. Je kunt je natuurlijk afvragen, is het voldoende? Ja. U schrijft een heleboel blogs, interessant om te lezen. En zo heeft u ook in februari 2013 weer geschreven over de spaghetti-achtige legacy-systemen. En daarbij bedoelt u op systemen die enorm verouderd zijn. En u schrijft in dat blog ook: bouwen op deze verouderde infrastructuur zou veel geld kosten, zelfs soms 3/4 van het ICT-budget opslokken. Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt? En heeft u hier concrete voorbeelden van? Wat ik bedoel te zeggen eigenlijk is dat er voorbeelden zijn, en ik vind het lastig om daar nu namen en rugnummers aan te noemen, maar waarbij het voorbeelden zijn van legacy systemen die niet zozeer in de bouw als wel in de beheersfase ontzettend kostbaar zijn om ze te onderhouden. En volgens mij heb ik in die blog ook proberen een bruggetje te maken naar ervaringen op het gebied van PPS bijvoorbeeld. Dat je zegt, je zou, vergeef me het Engelse term, in total cost of ownership. Daarmee bedoel ik dus dat je zegt, je bouwt iets, maar je neemt meteen ook de hele beheerslast neem je in één keer mee. Waarmee je als het ware niet een product neemt, maar een dienst. En ik denk dat, veel van die legacy is natuurlijk echt heel erg verouderd. Op een aantal fronten zijn we daarvan afhankelijk. En als je natuurlijk dergelijke bedragen uitgeeft om je systeem in de lucht te houden, ja, dan weet je natuurlijk zeker dat dat een doodlopende straat is.
Kunt u echt een voorbeeld geven van zo'n verouderd systeem? Mag ook een paar jaar terug zijn waarvan u zegt, nou, dat hebben we eigenlijk te lang in de lucht gehouden. Daar hadden we eerder van moeten voorzien dat gewijzigd zou moeten worden. Ja, daar voel ik me niet zo comfortabel bij om daar een voorbeeld in te noemen, want daar zit ik onvoldoende in. U hoeft zich niet alleen maar comfortabel te voelen hier. Nee. We willen graag antwoord op de vraag. Ja, nou, kijk, ik vind in die zin, het ingewikkelde daarin is een beetje ook natuurlijk dat dat het nogmaals geen kwestie is van goed of slecht, maar het is ook een kwestie die je op dat moment in die tijdsgeest hebt moeten zien. Hè. Kijk, toen veel van die legacy destijds ontwikkeld werd, was er veel minder standaard en waren er veel minder. Dus daar is ook veel met hobbyhorses-achtige dingen zijn mooie dingen gemaakt in die tijdsgeest. Dus ik vind het ook niet terecht om daar nu van te zeggen dat je moet het ook een beetje in die tijdsgeest plaatsen. Maar het betekent wel dat het versneld investeren om afscheid te nemen van die oude systemen natuurlijk een heel belangrijk iets is. Maar het feit dat een deel van de overheid nu nog steeds op Windows XP draait, dat vindt u niet een voorbeeld van slecht vooruitziend vermogen? Nou ja, die vraag kan ik moeilijk. En natuurlijk kun je daar wat van vinden. Dus de vraag hoe professioneel dat is. Als u die zelf beantwoordt, hoe professioneel is dat? Nou ja, dat is natuurlijk niet goed. Nee, natuurlijk is dat niet goed. Ik kan niet beoordelen waar dat dan op zit. Misschien heeft het ook veel te maken met budgetten. Hè, maar je moet ook niet onderschatten dat in de afgelopen periode er heel erg veel kaalslag is. Dus de vraag is in hoeverre er ook in voldoende mate opnieuw geïnvesteerd wordt. Dat kan ik niet beoordelen. Ik denk wel dat je tegenwoordig met nieuwe standaard producten, laten we zeggen, daar op een hele andere, hè, op een andere manier in zit. Ja. Nou, u bent bezig met die digitale overheid in 2017. En daar zegt u ook iets over. Ik citeerde hier het e-bestuurblog van 26 maart 2013, waarin u zegt, je zou kunnen zeggen dat die digitale agenda 2017 in iedere bestuurskamer prominent op dat virtuele whiteboard staat. De praktijk leert helaas anders. En waarom? Veel van onze bestuurders hebben nog niet zoveel met dat digitale denken. Wat is daarvan het risico in uw ogen? Dat die bestuurders daar niet zoveel mee hebben? Dit is overigens meer dan een jaar geleden, hè, dus we hebben inmiddels ook alweer een slag gemaakt. Is het beter nu? Het is nu, ja, ik vind op een aantal fronten, hè, de snelheid waarmee dit soort dingen, laten we zeggen, omarmd wordt, vind ik heel, heel goed. De vraag is natuurlijk of het voldoende snel is. Maar dat heeft u ook kunnen lezen, wat natuurlijk cruciaal is bij een digitalisering, dat het niet iets is wat je even in de rondvraag doet. Het raakt alle facetten in de organisatie. En als ik dan weer terugga naar waar ik mee begon, het raakt eigenlijk alle facetten van je hele organisatie. En betekent daarmee dat het een nadrukkelijke managementvraagstuk is en niet iets wat driehoog achter door de afdeling techniek gemanaged moet worden. Omdat het met name de grootste winst zit in het herstructureren van die werkprocessen. En dat zijn taaie gesprekken, omdat je natuurlijk ook mensen hun dingen moet afnemen en het op een aantal fronten anders moet inrichten. En daar komt echt veel veranderkunde bij kijken. En dat krijg je alleen maar als er ook voldoende doorzettingsmacht is. En waarbij je ook in voldoende mate een inspiratie hebt over waar je organisatie over 5 jaar zou moeten staan. Helder, u pleit dus voor het tussen de oren krijgen bij bestuurders van digitale bewustzijn, zal ik maar zeggen. Het zien van het belang ervan, ook met name ook voor de taken van de overheid. Wat kunt u ervan uit uw positie en wat kunnen ambtenaren in zijn algemeenheid doen om die bestuurders daarvan te doordringen? Want u zegt, nou, het gaat al beter, u heeft iets gedaan. Wat moeten er nog voor stappen gezet worden? Wat is de rol van mensen zoals u daarin? Ik mag graag Haarlemmer olie spelen in dit soort dingen. Dus dat betekent ook mensen bij elkaar brengen. Goede voorbeelden die er zijn ook verder vergroten. Bestuurlijke issues bijvoorbeeld wegnemen. Hè. Op dit moment ben ik bezig met het initiëren van een programma voor wat kleinere uitvoeringsorganisaties, waarbij je ook schaalvoordelen wil realiseren uit het feit dat iedereen tegen dezelfde problemen aankomt, loopt en die dan vervolgens ook aan de juiste bestuurlijke tafels probeert te adresseren, zodanig dat het ook echt gaat werken. Dus ik denk dat er. Het ingewikkelde is natuurlijk een beetje dat we op dit moment natuurlijk in een wereld zitten die
zo ontzettend snel aan verandering onderhevig is, dat, dat dit soort dingen je echt ook gewoon een hele belangrijke rol op de managementagenda moeten hebben. Dan is mij nog niet helemaal helder hoe u dat nu voor elkaar krijgt, of u en uw collega's, om die kennis en het besef van die urgentie bij de bestuurders te bereiken. Wat gebeurt er dan concreet? Nou, om heel bijvoorbeeld, ik kan daar niet namen en rugnummers noemen, want dat, als ik kijk naar gateway-onderzoeken, waar ik er toch meer dan 10 van heb gedaan, zijn in heel veel van die onderzoeken waarbij we ook echt adviseren om de CIO lid te maken van het hoogste managementgremium. En ik kan nu zeggen dat de gesprekken die we daarover hebben met de verantwoordelijke bestuurders, in ieder geval in heel vaak van die gevallen ook uitwerking hebben dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Nog niet overal, maak ik uit uw woorden op. Nou dus, ja, ik kom niet overal, maar bij die rollen waarin ik dat gezeten heb, maak ik van mijn hart geen moordkuil. Als je ziet dat je organisatie, dat informatievoorziening is niet meer iets van de bedrijfsvoering. Nee, dat is gewoon echt een cruciaal primair proces en hoort dus thuis aan de hoogste managementtafel. En daar binnen dat palet van ICT-activiteiten is die hele digitalisering van de overheid is natuurlijk een cruciale operatie waarvan u de programma manager bent. Even voor de notulen, ik doe alleen maar een klein deel voor de kleinere uitvoeringsorganisatie. Dus ik ben niet verantwoordelijk voor de digitalisering van het Rijk. Dus ik trek alleen een programma wat op dit moment binnen ICTU is gestationeerd om kleinere uitvoeringsorganisaties, want je moet je voorstellen dat we veel, als je naar de hele digitalisering, dan is het nog erg gericht op de bedrijfsvoering, op het Rijk en op grote organisaties. Bij digitaliseren bij kleinere uitvoeringsorganisaties gaat het niet over bedrijfsvoering, maar gaat het over primaire processen. Het gaat niet over het Rijk, maar het gaat over de overheid. En het gaat ook niet over grote organisaties, maar kleine organisaties. En dat was reden om een afzonderlijk programma te faciliteren. Begrijp ik. Nou hebben we hier aan tafel mevrouw Sneller gehad, Lieneke Sneller, hoogleraar in de waarde van ICT aan de Nijrode Universiteit. Zij zegt dat het niet realistisch is dat de overheid erin slaagt om in 2017 digitaal met burgers en bedrijven te communiceren. Hoe reageert u daarop? Ik vind het een lastige vraag om dat in het algemeen te beantwoorden. Ik zou zeggen, volgens mij, als er een aantal hele grote uitvoeringsorganisaties, als ik bijvoorbeeld naar de Belastingdienst kijk hoe die daarmee bezig is. En we hebben ook een aantal, in gemeenteland wordt er door dat programma INUP op dit moment ook heel hard aan gewerkt. Dus ik denk dat er wel degelijk goede slagen gemaakt worden. En ik vind het lastig om te zeggen, is het zo dat het in 2017 allemaal operationeel is? Ik denk dat er veel mooie voorbeelden zijn en dat het op een gegeven moment ook in een soort van stroomversnelling gaat komen. Wat hierbij natuurlijk wel een vraagstuk is dat, en dan komen we een beetje terug bij een van de spanningen die ik net benoemde. Kijk, u moet zich voorstellen, maar dat heeft u waarschijnlijk ook van eerder gehoord, dat digitalisering voor de overheid betekent in ieder geval niet op korte termijn geld verdienen. Dus geen euro's verdienen, want u zult forse investeringen moeten doen. En de baten, die gaan in een groot aantal gevallen ook niet binnen de overheid vallen, maar die vallen namelijk bij de burgers en de ondernemers, waar de overheid voor was. Dus dat betekent dat je wel waarde creëert, maar veel meer kwalitatieve baten. En ik denk dat ook daarin zie je dat dat op een aantal fronten best lastig is, omdat we op dit moment natuurlijk worden uitgenodigd om zoveel mogelijk projecten te doen die ook gewoon baar geld opleveren. Nee, dat begrijp ik. Mevrouw Sneller die zegt, die noemt eigenlijk een heel ander aspect van waarom ook zij, of waarom zij verwacht dat het allemaal een stuk ingewikkelder zal worden. En zij zegt bij ons, bij technische wijzigingen is het belangrijk dat de overheid het vertrouwen van burgers wint en verleidt naar het elektronische kanaal. Anders roept zo'n proces weerstand op en willen mensen bijvoorbeeld nog steeds brieven blijven ontvangen. U zei dat net ook al even, dichtschroeien van loket. En dan zou de besparing die je ermee wilt realiseren niet haalbaar zijn. Maar dat gaat eigenlijk over twee dingen. Dat gaat zowel over het bereiken van de besparing als ook over überhaupt het meekrijgen van de samenleving in dit soort ontwikkelingen. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is niet laten we zeggen, mijn eerste aandachtsgebied in dit traject. Het is overigens wel een heel terecht punt, de mate waarin burgers en ondernemers dat ook accepteren.
Als ik bijvoorbeeld kijk, wat er, maar dan ben ik puur consument, hoe ik zelf in de Belastingdienst met vooringevulde formulieren met DigiD, dan vind ik dat wel een heel mooi voorbeeld waarin de afgelopen jaren enorme slagen zijn gemaakt. Wat ik lees uit de krant, maar dat is toch een beetje heersee-achtig, is dat het grote probleem bij digitaliseren eerder analfabetisme is, wat aan de orde komt op het moment dat je alles digitaal gaat doen. Nou ja, investeren in onderwijs zou je zeggen. Dat is, nou, dat ja, klinkt goed, als. Daar ga ik het nu verder niet over hebben. Ik ga even met u naar een rapport van de heer Robert Kuipers. Kent u dat rapport? Dat is een consultant van de Algemene Bestuursdienst. Rob Kuipers, en dat gaat, of Rob Kuipers. Ja, ik heb hier twee verschillende voornamen staan. Dat rapport is eind april in de ministerraad behandeld. En daar staat ook in dat de ambitie om in 2017 alle contacten met burgers en bedrijven digitaal te laten doen niet realiseerbaar is. Als we dat nog even weer plaatsen naast de berichten van mevrouw Sneller, dan vraag ik u nogmaals om uw reactie daarop. Ik ken Rob Kuipers als een zeer ervaren consultant. Dus als hij dat heeft opgeschreven. Als het dit rapport gaat over de digitale infrastructuur, dan of de generieke digitale infrastructuur, dan heb ik dat inderdaad gelezen. Ik heb die passage niet zo scherp voor ogen. Maar nogmaals, ik zou zeggen. En volgens mij heeft minister Plasterk daar laatst in een blog op e-bestuur ook nog iets over gezegd, dat die datum 2017 in die zin niet zo hard is. Ik zou zeggen, begin vooral met die partijen die ook echt heel erg willing zijn en die ook echt heel graag nu aan de slag willen. En in mijn beleving, als ik kijk met de partijen waar ik over de vloer kom, dan zijn daar heel veel organisaties die graag die slag willen maken. Nou ja, dat begrijp ik. Dat klinkt ook nog best wel goed. Maar ik wil toch een citaat uit dit rapport niet onthouden. Dat rapport heeft overigens de titel Geen goede overheidsdienstverlening zonder een uitstekende generieke digitale infrastructuur. Dubbele punt. De haperende machinekamer van de dienstverlenende overheid. En uit dat rapport blijkt dan dat de ambitie in 2017 niet haalbaar is. Wij beschikken ook over dat rapport. De diagnose van Kuiper is onder andere, en nu citeer ik, te weinig en de facto eigenlijk op allerlei niveaus geen overal regie of sturing of samenhang tussen beiden. Het beeld van pupillenvoetbal. Iedereen gaat overal op sturen en daardoor dubbele en veelvoudige sturing. Sturing verzandt in vrijblijvendheid rond het realiseren van gemaakte of niet gemaakte afspraken. Er wordt te vaak gekozen voor het willen hebben van het mooiste in plaats van praktisch werkende oplossingen. De aansluiting op de budgetcyclus is zwak, te veel partijen zijn onbewust, onbekwaam, et cetera. En volgens Kuipers wordt zijn diagnose breed gedeeld. Dat is toch niet helemaal het beeld dat u geeft van, nou, we zijn eigenlijk goed op weg. En ik zoek even naar het beeld de verbinding tussen die twee beelden. Dat begrijp ik. Kijk, waar het rapport van Rob Kuipers over gaat, is de generieke digitale infrastructuur. Dus als ik bezig ben met digitaliseren en ik wil gebruik maken van DigiD of ik wil gebruik maken van berichtenbox of allerlei andere dingen, dan zou ik daar langs die lijn moeten gaan. Ik heb daar ook kennis van genomen van die dingen. Een aantal dingen herken ik zeker. Maar dat is vooral het voeren van een hele krachtige regie op die generieke digitale infrastructuur. Als ik u vertel dat wij in dit land een prachtige organisatie als Rijkswaterstaat hebben, waarin wij heel erg goed onze fysieke infrastructuur hebben georganiseerd en daar geven we 5 miljard aan uit. En we hebben aan de digitale generieke infrastructuur geven we volgens mij nog geen 200 miljoen uit. Dus misschien is dat ook wel een heel groot probleem. Maar hij trekt toch conclusies dan breder dat? Want u had het zo net ook over, als het ging over de Rijksambitie, over de beleidsplannen die er liggen. En daarvan concludeert ook, is ook het gevoel dat, zoals het nu werkt, de politieke ambities rond digitale dienstverlening in 2017 waarschijnlijk niet zullen worden waargemaakt. En ook bij de grote decentralisaties gaan we in de problemen komen, met name in termen van informatiemanagement. Daar had u het zo net zelf ook over.
Maar uw conclusie was anders zo net. Nou, kijk, nogmaals, ik kan niet het beeld schetsen of wij als overheid dat gaan halen. Hè. Ik kijk heel sterk naar een aantal van de trajecten waar ik voor verantwoordelijk of in ieder geval een bijdrage aan mag leveren om organisaties daarin verder te helpen. En natuurlijk heb je daarin ook een aantal van die generieke componenten voor nodig. En mijn beeld is dat er op dit moment hard aan wordt gewerkt. Ik kan niet beoordelen in welke mate dat dan in 2017 ook daadwerkelijk allemaal operationeel is. Maar dat het een hoge prioriteit heeft, dat onderken ik zeker. En er wordt volgens mij ook nu gewerkt om daar een nationaal coördinator voor of commissaris voor aan te wijzen. U wel. U zei even eerder, als je de papieren loketten en andere loketten dichtschroeit, dus mensen dwingt op de digitale weg, ja, dan komt het wel voor elkaar. Nee, wat ik heb proberen te zeggen is, als je de doelstellingen die wij ook meekrijgen in financiële zin, als je die zou willen waarmaken. Kijk, het openhouden van twee loketten is natuurlijk een hele kostbare zaak. Hè, dus waar ik meer op heb gedoeld is niet dat je zegt, je krijgt het voor elkaar als je het helemaal dichtschroeit. Dat helpt natuurlijk ook wel. Hè. Kijk maar naar waar we destijds in de jaren 90 met de invoering van Electronic Data Interchange was de slogan no EDI, no business. Hè. Dus als je niet meedoet, dan doe je niet meer mee. Dus dat is wel degelijk, kan dat heel erg helpen. Maar ik doel met name op het feit dat op het moment dat je steeds twee kanalen open moet houden, dat een relatief kostbare zaak is. Maar nu zegt mevrouw Snelles van, als je het ene dichtschroeit, dan dwing je mensen om het andere kanaal in te gaan, digitale kanaal in te gaan. Dan gaan ze tegenstribbelen. En zij zegt, alle mensen zijn ook steeds meer van de Belastingdienst gebruik gaan maken, de digitale deel. Niet omdat ze moesten, maar omdat ze het leuk vonden, handig vonden. En dat is de benadering die zij kiest. Dus dat ja, is de mensen verleiden. Nou ja, kijk, ik denk dat als je kijkt alleen al naar elektronisch bankieren, ik was daar ook niet een early adopter in. Of ik was ook niet een hele snelle beginner daarin. Maar ik ben nu een buitengewoon enthousiast over. En volgens mij is, ik ken de cijfers niet, maar meer dan 90% van mensen is op die manier bedient zich nu van zijn financiële dienstverlening. He, dus ik denk dat als je het inderdaad attractief maakt, dat is zeker een punt. He, dat het makkelijker is om mensen mee te krijgen in plaats van dat je mensen gaat dwingen. Nou, ik dacht, u gaat iets groeien, dat stinkt en dat is niet lekker. Ja, zo bedoelde ik het niet. En dat verleiden, dat klinkt zo leuk. Daar ben ik helemaal met u eens. Het wenkende perspectief, ja. Van mij. Maar ik ben toch nog even op zoek naar de verschillende beelden. Mevrouw Sneller is somber. Meneer Kuipers is eigenlijk vernietigend. Hè. Pupillen, voetbal, geen regie. Nou fijn, we doen maar wat. Op die digitale infrastructuur, hè, hebben we het dus over. Ja, ja. Misschien hebben we het wel over twee verschillende dingen. Ja, nou dat zou kunnen. U zegt bijvoorbeeld een jaar geleden op de management site... Onze e-agenda is stevig. In Rutte 2 is afgesproken dat burgers en ondernemers in 2017 digitaal zaken moeten kunnen doen met de overheid. En die ambitie gaan we gewoon waarmaken. Domweg omdat informatievoorziening inmiddels is gepositioneerd als onze core business. Ik neem u niet kwalijk dat u dat gezegd hebt. Maar wat je wel vaak hoort als onderligger van problemen vanuit de overheid bij ICT is een soort overenthousiasme. Hoe verhoudt het zich daartoe? Bent u nu gewoon enthousiast over ICT of gaan we het ook echt redden? Is het fluiten in het donker of? Nee, dat is het natuurlijk niet. Kijk, ik wil helemaal niet zeggen dat het een eenvoudige opgave is. Dat is het zeker niet. En of we dat voor 100% gaan halen, dat waag ik ook te betwijfelen. Maar het gaat denk ik ook om het feit dat je zegt, ben je op de goede weg bezig? Hè? Zet je nu stappen die, laat zeggen, toekomstvast zijn? En ik denk dat we daarin, als je nu zegt, van, gaat dat op de goede weg, dan denk ik zeker, behouden ze natuurlijk, maar daar zit ik veel minder in, is dat verhaal van Rob Kuipers over die digitale infrastructuur. Want dat is inderdaad een punt waar de komende periode hard aan getrokken moet gaan worden. Ja. Eens? U heeft zo net een opmerking gemaakt over de CAO en daarvan zei u van die moet gewoon aan de bestuurstafel zitten. Want als die niet aan de bestuurstafel zit, dan doet die gewoon niet mee. En mijn vraag aan u is ook, hebben CIO's voldoende doorzettingsmacht? Kijk, in die gevallen waar de CIO niet aan de bestuurstafel zit, is het altijd zo hè, dat hij, vergeef me de Engelse term, my critical friend is. Hè, dat betekent dus dat hij de rode kaart altijd gevraagd en ongevraagd
de hoofdverantwoordelijke ook kan meegeven. Het helpt natuurlijk geweldig als iemand ook lid is van het hoogste bestuursgremium om daarmee ook de uitstraling te geven dat informatievoorziening niet van de bedrijfsvoering is, maar dat het vooral van de primaire processen is. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met hoe iemand zijn rol invult. Hè? Want dan komen we weer een beetje bij het begin. We veranderen niet door een andere hark te tekenen of een mooi organogram of een functiebeschrijving. Maar we veranderen ook doordat je de moed hebt om een aantal dingen voor elkaar te zeggen en gewoon het te gaan doen. En als u daarnaar kijkt, zijn CEO's dan te veel gericht op bedrijfsvoering? Of zijn ze inmiddels voldoende gericht op de primaire processen? Nou, kijk, het lastige is natuurlijk een beetje dat we sinds 2008, 2009 pas het CAO-stelsel hebben. Er was natuurlijk toch behoorlijk wat werk aan de winkel, omdat we daarvoor het zodanig hadden georganiseerd waarbij iedereen zijn eigen ICT had. Dus dat was een behoorlijke lappendeken. En dat betekent dus dat je moet beginnen met de bedrijfsvoering. Om daar eigenlijk een zodanig fundament te hebben dat je daarin voort kunt. En ja, weet je, het ingewikkelde is natuurlijk dat dit soort dingen kosten tijd. U kent ook het verhaal van het ei. Als je 2500 calorieën aan een ei geeft, binnen 5 minuten heb je gekookt ei. En doe je datzelfde binnen 3 weken en heb je een kuik. En wat we heel graag willen, is dat we binnen 5 minuten een kuik willen hebben. Zo werkt het dus niet. En dat is natuurlijk lastig. Zeker als je bedenkt dat we in een wereld zitten die zo ongelooflijk aan verandering onderhevig is. Maar je zult dus ergens moeten beginnen bij dat fundament. En ik heb het gevoel dat we in die bedrijfsvoering nu echt wel een heel eind zijn. En op dit moment zie je ook steeds meer de stap gezet gaan worden naar die primaire processen. Want u komt ook veel bij overheidsorganisaties over de vloer. En u zei zelf al dat u betrokken was bij het e-interim Rijk. Een intern detacheringsbureau van het Rijk voor ICT-experts. Hoe vindt u dat overheidsorganisaties in het algemeen omgaan met de kennis en ervaring die is opgedaan in ICT-projecten? Nou ja, kijk, e-interim Rijk vind ik een mooi voorbeeld, hè, van een draaiende pool met een 120-tal professionals die rijksbreed worden ingezet. Hè, dus op die manier borg je ook in belangrijke mate de kennis. Kijk, het is natuurlijk zo als je kijkt, wat hebben we in de afgelopen jaren geïnvesteerd ook in nieuw bloed en ook op een aantal hele specifieke gebieden, dan vind ik dat lastig te beantwoorden. Ik heb het gevoel dat we in een krimpende overheid nou niet heel erg uitblinken om veel nieuwe mensen binnen te halen. Dus dat zou denk ik wel een punt zijn, dat je zegt, heb je voldoende expertise, ook toekomstgericht, om ervoor te zorgen dat je die dingen ook kunt blijven doen en dat het daarop blijvend investeren, innovatief, is denk ik altijd een agendapunt. En is het dan ook op dit moment echt noodzaak om meer te investeren in die professionalisering? Dat vind ik lastig te beantwoorden. Ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met de mate waarin we binnen een beperking heeft tot de Rijksdienst. Hè, op het moment dat je krimpt, dat je ook voldoende perspectief kunt bieden. Hè. Je ziet natuurlijk als gevolg van krimp, hè, hoe lossen we die krimp op, is door dat in natuurlijk verloop. Hè, dus een aantal van de HR-regels die belemmeren dat ook een beetje. Ja, ik vraag het u ook nog om uitdrukkelijk, omdat eind 2012 heeft u ook natuurlijk in een van uw blogs heel geschreven dat meer investering in die professionalisering echt een noodzakelijke voorwaarde is voor het goed borgen van die ICT-kennis, maar ook het goed verloop van ICT-projecten. Ja, dat is absoluut zo, ja. En ik denk dat, met zo'n e-interim Rijk hebben we een hele mooie eerste stap gezet. Ik kan niet beoordelen in welke mate het nu voldoende is, want ik ben er nu niet meer bij betrokken. Maar ik denk dat sowieso, maar dan val ik in herhaling, dat het blijvend investeren in innovatie en ervoor te zorgen dat je state-of-the-art, steeds zodanige expertise in huis hebt, dat je ook die stap kunt blijven maken, dat een agendapunt is wat altijd actueel is. Vindt u ook dat het ICTU dan op termijn niet meer nodig zou moeten zijn, omdat kennis en kunde geïncorporeerd is bij alle ministeries? Nee, ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar onze ICT-agenda voor de komende jaren, dan zou ik zeggen dat hebben we dubbel en dwars nodig. Want ik vermoed dat, daar hoef je geen profeet voor te zijn, dat we de komende jaren nog wel heel veel op dat vlak gaan doen. Dus als je daarmee die kennis op een goede manier borgt en die bundelt en voorkomt dat je dat het wiel meerdere plekken wordt uitgevonden, dan denk ik dat het absoluut rechtvaardigt om dit soort organisaties ook op een juiste plek te geven. U had erover dat het nog best lastig zou worden om de juiste mensen naar binnen te halen.
De heer Meijer, die hier eerder is geweest, heeft aangegeven dat hij als een van de problemen ziet, is dat de Rijksoverheid niet altijd voldoende kan betalen voor mensen met bepaalde ICT-deskundigheid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, god, kijk, het klopt natuurlijk als je naar het loongebouw kijkt van het Rijk en als je ziet hoe de afgelopen 4-5 jaar daar dat loongebouw is gegroeid, dan is dat een behoorlijke stilstand. Dus ik weet het niet. Zit misschien meer eerder in een lenigheid. Hè? We hebben natuurlijk de neiging om allemaal heel keurig in schalen te werken en dat is behoorlijk gecompartimeerd en de mate waarin je daarvan kunt afwijken. Ik denk dat dat op zich, mijn ervaring is dat zeker in een arbeidsmarkt die wat ingewikkelder is, dat je eigenlijk best hele goede mensen kunt krijgen, mits je op een aantal fronten wat leniger bent in de indeling in die schalen. Maatwerk als het gaat om ja, de indeling. Precies. U geeft aan dat... Maar even, sorry, ja. Eén vraag. Met het huidige loongebouw, zegt u, kunnen we in de markt zoals hij nu is, best vooruit. Ja, ik denk dat als je daar... kijk, superspecialist is natuurlijk niet. Hè, maar ik denk dat als je wat lenigheid zou kunnen hebben in die schalen, dan denk ik dat je daar een heel eind in komt. En natuurlijk is het altijd plezierig als je daar wat wisselgeld in hebt. Dat is inderdaad op een aantal fronten wat star, ja. En kan je superspecialisten vinden bij de overheid om ze in vaste dienst te zetten, om daarna verschillende belangrijke projecten te runnen onder de balken en de norm? Oeh, dat weet ik niet, ja. Maar ja, ik ook niet. Ik zou het niet weten. Ja, kijk, sowieso hebben wij natuurlijk nogmaals dat loongebouw en daar kun je, dat is redelijk gecomprimeerd, dus ik vind het lastig vaak. Kan ja, maar worden. De vraag is relevant, omdat wij zien dat hier en daar, als het echt lastig wordt, de overheid mensen van buiten inhuurt. Ja. En dat op een gegeven moment andere mensen van buiten zitten te besturen. Ja. Ja. Om iets van binnen, van onszelf, te regelen. Nou ja, dat is natuurlijk, dat heeft u zeker, dat was destijds natuurlijk een van de achtergronden van opzet van e-interbereik. ABD Topconsult is ook zo'n mooi voorbeeld. Ik zou me kunnen voorstellen dat je misschien op dat front nog meer van dit soort pools organiseert, zodat je die know-how, hè, want dat is natuurlijk inderdaad een hele terechte vraag, dat je zegt, wat zijn de kerntaken van de overheid? En destijds bij e-interbereik hebben we ook gezegd, het regisseren van ICT-projecten is echt een kerntaak. En dat moet je niet willen uitbesteden aan een marktpartij. Kort en goed, kan je een superspecialist vinden die bij de overheid komt werken tegen wat in de markt 160.000 per jaar zou zijn? Ja, dan vraagt u mij nu of 160.000 in het loongebouw van de overheid past. Dat wordt ingewikkeld, denk ik. Maar, nee, ja, ik vraag u gewoon of we dat probleem kunnen oplossen met het bestaande loongebouw. Nou, dat denk ik niet, nee. Als u over dit soort bedragen praat, denk ik dat dat ingewikkeld is, ja. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet of zo'n superspecialist zoveel moet verdienen. Nou ja, dat is de vraag twee. Hè. Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijzelf, wat ik een hele belangrijke driver vind, of een heel belangrijke motivatie vind om voor de overheid te werken, is dat je natuurlijk ook echt hele mooie klussen krijgt die je als externe nooit zou kunnen krijgen. Nou, dus, en daarmee is het ook veel attractiever om onderdeel te zijn van. En dat kan best een prijs hebben dan. Wat ook wel genoemd wordt, het psychisch inkomen. Nou, bijvoorbeeld, ja, maar wat is daar mis mee als je zegt, god, ik mag met alleen maar vragen. Taaie vraagstukken, hè? Taaie ingewikkelde vragen. De betere borging, u heeft een aantal haakjes gegeven, de 120 medewerkers die er natuurlijk zijn. U heeft het over een aantal andere pools. Zijn er nog andere adviezen die u ons wilt geven om die betere borging van kennis van ICT bij de overheid voor elkaar te krijgen? Ja, ik kan me voorstellen dat, dat is eigenlijk een hoofdstuk wat we nog niet zo heel erg nadrukkelijk hebben gehad, maar dat is de samenwerking met de markt. Dat is een onderwerp wat wat mij betreft de komende jaren nog wel meer aandacht zou mogen krijgen. En daarin zou ik zeggen, laten we als ICT nog eens wat kijken naar de bouwwereld. De bouwwereld heeft natuurlijk ook zijn ups en zijn downs gehad. Maar daar zijn nu toch, vind ik, een aantal mooie voorbeelden waarin we veel meer dat win-win karakter hebben geoperationaliseerd. Welke mooie voorbeelden van dat win-win karakter denkt u dan aan? Bijvoorbeeld het veel meer het verenigen van zakelijke belangen, het bespreekbaar maken ervan, het maximale transparantie. Gemeenschappelijke winst- en verliesrekeningen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat er op dat front
Kijk, het ingewikkelde is natuurlijk als je praat over bijvoorbeeld PPS-projecten, dan heb je natuurlijk een hele lange looptijd. Hè. In infrastructuur is natuurlijk niet te vergelijken met ICT-projecten. Maar ik denk wel dat het realiseren van meer partnership vormen met de markt, en waarbij je ook voor een deel ook know-how van de markt zou kunnen krijgen, ik denk dat daar nog wel winst in te realiseren is. Goed. Maar stond er ook nog één punt? Excuus. Nee, dat was het enige wat ik nog de heer De Bruin inderdaad wilde vragen, of hij dan ook denkt aan een concurrentiegerichte dialoog. Nou, ik vind dat vanuit Rijkswaterstaat heb ik dat meerdere keren gezien. Ik vind dat een prachtige vorm waarbij je ook maximaal de innovatie vanuit de markt benut om daarmee samen te komen tot een nieuwe vorm van dienstverlening. En waarom wordt dat dan nog zo weinig gebruikt? Ja, vind ik ingewikkeld. We hadden het e-bestuurcongres waar ook de markt was. Hè, de koepel, de ICT Nederland afgelopen januari, wat een prachtige happening is. Ik had verwacht dat daar vanuit die kant nog wel wat meer initiatief, maar ook vanuit overheidskant zou je daar ook. Ik denk dat het belangrijk is dat wij de komende jaren ons realiseren dat we onze agenda niet alleen kunnen, maar dat we het veel meer in combinatie moeten kunnen doen met de markt en daarmee moeten kunnen leren van andere sectoren waar dat partnership eigenlijk volwassener is geworden. Van mij. Ten slotte, u heeft een hoop aan ons meegegeven, maar ik wil u ten slotte nog vragen of u uw drie belangrijkste oplossingen voor het meer grip op de ICT bij de overheid krijgen wilt meegeven. Een aantal dingen heb ik al gezegd, hè. Dus ik zou die spanningen waar ik het over had in het systeem, die zou ik echt proberen te agenderen. Ik denk dat daar een hele belangrijke, op het moment dat je dat veel meer bespreekbaar maakt en dat ook op de managementtafel brengt, dat gaat helpen. Omdat het natuurlijk nu op een aantal fronten wat in mijn ogen wat sprake is van weeffouten die erin zitten, waardoor je dat het lastig is als je meerdere opdrachten tegelijkertijd krijgt. Hè. Dus dat is één ding. Het tweede, veel meer in de praktische sfeer, is het vraagstuk business cases. U heeft ook volgens mij de dissertatie van Rob Meijer gekregen van publiek. Die is daar recent op gepromoveerd zelfs. Dat is een zeer behartenswaardig boekwerk. Ik ben het volstrekt met hem eens. We gebruiken business cases nog te veel als een finance case om eenmalig geld te krijgen. Terwijl het vooral gaat over het sturen gedurende de uitvoering van het project. Daar krijgen we vandaag een prachtig korte samenvatting van. Business case, klaar is case. Ja, ik begreep dat van Pieter Vrijns. En dat is overigens is het natuurlijk ingewikkeld, omdat een deel van de baten, maar daar hadden we het net over, zijn natuurlijk kwalitatieve baten en daarmee veel lastiger te meten. Maar een goede business case is iets wat je gedurende de rit van het traject steeds gebruikt als stuurmiddel, om daarna ook at the end, hè, dus aan het einde van het traject, ook de baten te kunnen verzilveren. En dat kan ook een kwalitatieve zin. En ik zie toch nog te veel dat het ingewikkeld is, dat we het laten doen door externen, dat we daar geen goed format voor hebben. Dus daar zit winst in. Zeker omdat je dat het niet format driven moet zijn, dat je niet, vergeef me de Engelse term, wordt ook wel gezegd, Prince name, Prince 2 in name only, hè, dus Pino. Dus we hebben die mooie methodiek Prince 2 voor projectmanagement. En die wordt toch heel vaak weer gebruikt in een soort van format driven. Daar gaat het dus niet om. Het gaat er echt om dat je iets maakt wat je vervolgens ook steeds gebruikt als stuurmiddel. Dat is een belangrijk punt. En hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat moet er dan concreet gebeuren? Want wij kunnen dat ook nog een keer opschrijven dat het moet gebeuren. Ja, ik denk dat op het gebied van scholing, op het gebied van de Rijksacademie zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Ik denk dat het maken van veel meer uniformiteit in hoe maak je eigenlijk een business case? Hoe zorg je ervoor dat het ook echt daadwerkelijk gewoon best practices uitwisselen? Dus ik denk dat op dat front de goede, dus in de sfeer wat meneer Ulebelt zei, vooral het verleiden ervoor te zorgen dat we ook laten zien dat als je een business case goed neerzet en het ook maximaal inzet als instrument, dat je daarmee ook beter de burger en de ondernemer bedient. Want daar waren we natuurlijk uiteindelijk van als overheid. Dus ik denk dat een punt is. En als laatste zou ik investeren in die marktkennis. Ja. En ervoor zorgen dat die werelden dichter bij elkaar komen zonder dat je te veel natuurlijk in het... Uiteindelijk, als je in een aanbestedingstraject komt, heb je ook andere rollen, maar in dat voortraject veel meer investeren, dat partnership,
het meer ook uitwisselen van mensen. Het is natuurlijk toch zo dat je werkt of in het publieke domein of je werkt in het private domein. Het zou heel goed zijn als we naar Frans voorbeeld wat meer uitwisselen tussen die verschillende groeperingen en waarbij mensen ook makkelijker elkaars taal en het begrip hebben. Als ik u goed begrijp, bedoelt u iets anders dan PPS nu, met deze uitwisseling? Nee, kijk, het gaat er meer om dat je, waar we het net hadden, even dat je zegt, moet je niet veel meer investeren in vertrouwensrelaties met de marktpartijen? Hè? En dat is, kijk, PPS is een samenwerkingsvorm waarbij je over hele lange termijn met elkaar, hè, als consortium, een dienstverlener, maar er zit een traject voor. En ook Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst hebben de afgelopen 8-9 jaar heel erg veel geleerd om ook in het voortraject veel meer met elkaar in vertrouwen te raken. En dat betekent, hè, we komen weer terug bij het begin, houding en gedrag. Dank u. Eerweld. Wij horen heel veel Engelse termen. U heeft er ontzettend veel gebruikt in dit gesprek. Hoort dat nou bij een verandermanagement of zou niet als eerste motto moeten gelden dat de Engelse taal van de verandermanagement veranderaars veranderd moet worden? Ja, het spijt me. Het is inderdaad zo dat, maar het is goed dat u mij daarop wijst, hè, dat de spiegel voorhoudt. Het is inderdaad zo dat een heleboel van dit soort termen zijn Engelse termen, omdat het natuurlijk steeds meer internationaal wordt. Dus daarmee zijn dat, ja, is het terminologie, maar ik probeer erop te letten. Het is helemaal niet onaardig bedoeld, maar wij willen gewoon dat iedereen een beetje kan meepraten over het onderwerp en niet alleen in geheimtaal. U heeft mij in ieder geval verrijkt met Pino. Dat is Prince 2 in name only. Die afkorting kende ik nog niet. Okay. Is er nog iets dat u tenslotte aan ons zou kwijt willen? Nou, misschien is het aardig. U heeft natuurlijk heel veel gelezen, maar ik zou u graag nog één rapport willen aanbevelen. Dat is een rapport wat eind 2012 is geschreven door de Boston Consulting Group. En dat heeft de titel NL 2030. Dat is een heel compact verhaal van een bladzijde of 30, 40. En dat geeft een inkijkje in hoe Nederland er in 2030 uitziet. En wat de conclusie van het verhaal is dat eigenlijk de komende 5 jaar meer gaat veranderen dan in de afgelopen kwart eeuw. En ik denk dat de dames en heren van Boston Consulting Group daar gelijk in hebben. En dat kan als wenkende perspectief heel erg helpen. Dank u zeer. Ik sluit dit gesprek en ik sluit de vergadering van vandaag. En wij gaan maandag verder om 9:45. Ik sluit de vergadering.